We beginnen met de Zevenhuizense IJsclub. Zevenhuizensche IJsclub. Hè. Het is nog met SCH. Ja. En namens die vereniging in ieder geval de voorzitter aan tafel. En geassisteerd door de secretaris. En de vicevoorzitter Jan van der Broek. Meneer Veerman, u noemt zichzelf Zevenhuizenaar, ondernemer en broodvechter. Dat laatste, wat moet ik daaronder verstaan? Nou, dat we altijd proberen om de kosten te verdienen. En daar moet je veel tijd in steken. Ja, en dat doet dat u is geen probleem. En dat doet u nog steeds? U dat werkt doe ik nog steeds? Ja, ik heb er elke dag nog plezier in. Nou, dat is mooi. Maar we hebben het over uw hobby vandaag, ja. De Zevenhuizense IJsclub. Eén van de hobby's, denk ik. Ja, ik ben ook een liefhebber van jagen. Maar de IJsclub, daar bent u al 48 jaar bestuurslid van. Ja. Dus we gaan het over schaatsen hebben. Laten we eens kijken naar mensen die daar wel van houden. We hebben wat beelden. Het is koud vanmorgen. Kunt u vertellen waar we naar kijken? Liepen een Siberisch plaatje op. Een lange tocht, 200 kilometer. Er moet dus niet roekeloos met de krachten worden omgesprongen. Dat is die 200 kilometer lange tocht waar u het over had. Tot problemen. De reportage van de NOS. Die daar in aanraking komt met de schaats van Sjaak Bakker. En dus deze val maakte, maar Ko Gieling zou zijn tocht voortzetten. Prachtige plaatjes hier langs de Rotte Meren, de schitterende molens. Ja, dat zijn inderdaad mooie beelden. Maar er is 12 jaar lang flink gespaard, denk ik. Dus nu kan Sven Kramer wel komen de volgende keer, of niet? Oh ja, maar jullie is toch wat goedkoper geworden waarschijnlijk de afgelopen week. Ja, maar... daar moet u niet vreemd voor opkijken als we hem een keer uitnodigen. Ja, ik heb wel wat verhalen gehoord ook achter de schermen over grote namen. Ja? Over bekende namen gesproken. Het is niet een recente ster, maar iedereen kent de naam toch nog wel. We zien hier twee keer Kees Verkerk, hè? Ja. Kunt u dat even uitleggen, waarom twee keer? Nou, Kees Verkerk die was natuurlijk, dat is de wereldkampioen lange baan. En dit is het renpaard, dat is naar hem vernoemd. Dat is het renpaard Kees Verkerk. Dat paard heeft bij elkaar 4 ton opgeleverd met de rensport. En toen hebben we gezegd, wij zullen eens een keer, het idee kwam van Klaas Verwij af. Klaas zegt, we zullen een stunt uithalen. We laten Kees Verkerk en het renpaard op de Rotte tegen elkaar rijden en over een afstand van 1000 meter. En wie heeft gewonnen? Kees Verkerk, dat dacht ik al. Ja. Nee. Ja. Het renpaard. Het renpaard heeft gewonnen, goed. Ja. Is de IJsclub eigenlijk niet een oude mannenclub aan het worden? Is het niet zo dat er weinig jeugd in de ijsvereniging zit? Nou, wij streven wel dat er steeds jongere mensen inkomen. Rob van der Steenhoven heeft zich teruggetrokken. Maar hij heeft er altijd nog druk mee, omdat hij in het restaurant zit. En zijn zoon, die is een stuk jonger, die zit in het bestuur. En zo hebben we verschillende jongere mensen die dat van ons over willen gaan nemen. Er is geen website, de muziek is wat verouderd langs de baan. Fuseren met de op te richten ijsclub in Nieuwekerk, is dat een idee? Nee, het is de Zevenhuizense IJsclub, opgericht 20 november 1880. En dat blijft zo. Want nu zitten we met de Zuidplas en over 2 jaar zitten we in Rotterdam. Wij blijven gewoon de Zevenhuizense IJsclub. We blijven de Zevenhuizensche IJsclub, waar de laatste woorden van Bram Veerman.